teruggetreden Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Ghernaoui zijn maandenlang door de Rijksrecherche afgeluisterd. Dat was onderdeel van het corruptieonderzoek naar hen, zo meldt NRC. Bij de taxichauffeurs op Schiphol hebben de afgelopen jaren duizenden euro's smeergeld betaald om vanaf de luchthaven te mogen rijden, meldt NRC. Op verschillende moskeescholen onderwijzen docenten dat moslimjongeren niet bevriend mogen raken met joden of christenen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC Handelsblad. Al tientallen jaren betaalt de Nederlandse staat dubbel voor het onderhoud van meubels en kunst in koninklijke paleizen, zegt NRC na maandenlang onderzoek. Het Koningshuis. Wie betaalt eigenlijk de inboedels van die paleizen? Wie betaalt alle reparaties daarvan? Dat zocht NRC uit. En wat bleek? Het werd twee keer voor betaald. Wat volgt is een nieuw onderzoek. Het gevolg van de NRC-journalistiek. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik ook niet. Zo ingewikkeld, maar het lijkt allemaal te kloppen. Maar ja, het lijkt allemaal te kloppen, maar het NRC lijkt ook een punt te hebben. Ik denk het niet. Niet weer, hè? Ik denk dat de premier precies dat gevoel net als ik had toen hij hoorde over de resultaten van goed speurwerk door NRC. Ik schrijf elke week een rubriek die heet Haagse invloed. Het gaat over binnenlandse politiek. En ik probeer daarmee het verhaal te vertellen dat achter al het nieuws speelt. The story behind the story noemen de Amerikanen dat. Ik was het afgelopen jaar het meest trots op de serie die de Economie-redactie maakte over de crisis van het kapitalisme. Het kapitalisme, het mooiste verdelingssysteem wat we hebben, wat toch op hol geslagen is en eigenlijk een beetje tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen. Je ziet ook dat zo'n onderwerp het schopt tot de algemene politieke beschouwingen van afgelopen september. Ja, ik had toch eigenlijk gehoopt dat de heer Dijkhoff meer dat heilige geloof los zou laten in ja, als het maar goed gaat met de bedrijven, als het goed gaat met de winsten, dan komt het vanzelf bij de werknemers terecht. Want ik denk dat we nou net afgelopen decennia hebben gezien dat dat dus, laat ik het zacht uitdrukken, in ieder geval geen automatisme is. Zo'n onderwerp hangt in de lucht. Het is niet van ons, maar wij plukken het er wel uit. Hoe staat het eigenlijk met het islamitisch onderwijs? Is het in lijn met onze rechtsstaat? Nee, bleek uit onderzoek van de NRC in samenwerking met Nieuwsuur. Het gevolg? Ingrijpen door de overheid. Eergisteren maakten NRC en Nieuwsuur bekend dat op salafistische moskeescholen kinderen geïndoctrineerd worden met allerlei vreselijke denkbeelden. Nieuwsuur en NRC die hebben gezegd, wij hebben meerdere steden aanwijzingen dat dit soort lessen gegeven worden. Eerlijk gezegd vind ik dit wel heel erg dat het gebeurt, maar ik ben er ook in die zin wel blij mee dat Den Haag zo geschrokken is dat ze nu 5 hele concrete maatregelen nemen, waardoor we het kunnen gaan aanpakken. Ja. We hebben hier allemaal fantastische jonge journalisten die hun neus achterna gaan en dingen gaan uitzoeken die echt impact hebben. Ik denk aan Mark Lievissen Adriaanse, die op de Haagse redactie zit en net zo makkelijk het politieke denken van Thierry Baudet kan ontleden als een onderzoek kan doen naar de ICT-misstanden bij de overheid. Ik denk aan Lieneke Nieber, die op de mediaredactie Hulp-TV ontleed en kijkt of die mensen nou echt geholpen worden en wat voor contracten zij eigenlijk moeten tekenen. En ik denk aan Clara van der Wiel, een jonge journalist die nu naar Brussel gaat en fantastisch kan schrijven over het verzet tegen het afvalbeleid van de gemeente, maar ook de misstanden van een hoogleraar aan de UvA kan blootleggen. Dat soort jonge mensen die altijd nieuwsgierig zijn en op zoek naar vernieuwing bij de krant, daar ben ik trots op. NRC is voor mij niet alleen een hele goede journalistieke organisatie. NRC is voor mij ook een denktank. Vaak zelf, als ik iets te vragen heb, dan ga ik niet naar Google, dan ga ik eerst naar een collega om te kijken of wij die kennis zelf in huis hebben. En vaak is dat gewoon het geval. Ik ben trots op wat NRC is en dat de kracht van een groep mensen bij elkaar die misschien elkaar in het dagelijks leven nooit zouden hebben getroffen. En met elkaar maken al die gekken een fantastische krant, omdat ze iets hebben, iets unieks, 7 talen spreken, fiscaal-economisch waanzinnig zijn onderlegd, politiek gevoel hebben. En die mensen breng je bij elkaar op onderwerpen die we boven water willen brengen. Dus de Mestrouden in Brabant, fantastisch onderzoek van Esther Rozenberg en Joep Domen, echt onthullend met grote gevolgen. Of het gaat over hoogleraren met commerciële belangen die ze hebben verhuld. Zaken waarvan wij vinden dat de maatschappij die moet weten, en dat is onze meest elementaire journalistieke taak, onthullen, blootleggen, het controleren van de macht. Ik werk al 22 jaar bij NRC. Ik ben begonnen toen ik 4 jaar was, dus jullie kunnen uitrekenen hoe oud ik nu ben. We zijn zoveel meer gaan doen. We zijn video's gaan produceren. We zijn een digital first platform geworden. We maken podcasts, audiojournalistiek. En tegelijkertijd is NRC ook hetzelfde gebleven. Omdat al die tijd, in alle platforms die we hebben, 1 ding voorop staat. En dat is het verhaal. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Nederland heeft een groot onzichtbaar probleem. Stikstof.
waar het ook over gaat, of het buitenlands journalistiek is, of het onderzoeksverhalen zijn, we vertellen niks zomaar. Waar zoveel ook wordt geëxperimenteerd eigenlijk in de frontlinies van de journalistiek, maar dat hart, dat is hetzelfde. Mijn lezers die brengen me weer op paden en denkrichtingen waar ik zelf helemaal niet aan gedacht had. Ja, NRC is voor mij nieuwsgierigheid. Alles willen uitzoeken en overal vragen bij stellen. En dat is eigenlijk ook wat NRC al heel lang is, want dat staat al in onze beginselen. En die bereidheid om alles in vragen te stellen, overal met je neus achteraan te gaan, dat is NRC voor mij. NRC is voor mij de krant die uitgaat van de liberale democratie, waarbij het individu belangrijker is dan de identiteit, het dogma, de ideologie. Mijn favoriet is toch wel Koen van Zwol, de filmrecensent. En hij schrijft van die stukjes als achtbanen. Als je daar instapt, dan kom je er duizelig uit en dan heb je ook nog wat geleerd op het einde van zijn stuk. Dat is eigenlijk NRC voor mij. Mijn NRC is Lux et Libertas, het motto dat dagelijks op onze voorpagina staat: licht en vrijheid.